दिन से मैंने तुमको देखा है, इस दिल में एक सपना सा जागा है। इजाजत हो तो सुना दूं, जिस दिन से मैंने तुमको देखा है, जिस दिल में एक एविडेंस 2:05, लीव लुइस्टराज। En we gaan de middageditie vervolgen hier met het gesprek zoals aangekondigd. En mijn gast is vandaag de heer Dr. Ashwin Ramcharan. En de komende minuten gaan we stilstaan bij natuurlijk de recente gebeurtenissen in Suriname. En natuurlijk hoe mee verder, hè, politiek gezien. De stelling is, de blunders stapelen zich op. Welke ministers moeten nu echt opstappen? Is er sprake van een coalitie of van een houtje-touwtje kabinet dat met spuug bij elkaar wordt gehouden? Althans, dat is de stelling van meneer Ashwin Ramcharan. En dat zal het vertrekpunt zijn van dit gesprek. En ik ga hem in de uitzending halen. Heer Ashwin, goedemiddag. Welkom in de uitzending. Goedemiddag, Fred. Leuk om weer bij je te zijn en luisteraars, goedemiddag. Ja, welkom Ashwin. Ik val even met de deur in huis, maar dan met een ander onderwerp dan dat houten touwtje kabinet. En wellicht heeft het daar iets mee te maken. Ik lees vandaag, en waarschijnlijk jij met mij ook, dat er een Flying on Trusted Wings NV, naamloze vennootschap door de directeur van de SLM, meneer De Haan, statutair is opgericht en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. En die trust is gekoppeld aan de SLM. En met mijn boerenverstand probeer ik te begrijpen wat nou de bedoeling is. SLM stopt als startkapitaal. Nou weet ik niet of het bedrag juist is, maar laten we 250 miljoen SRD. SLM heeft zelf een schuldenlast van iets van 85 of 75 miljoen US dollar. Waar dient dit voor, Ashwin? Kun je ons een beetje hier een wegwijs maken? Fred, ik moet eerlijk zeggen dat ik ook met verbazing nu kijk naar wat voor gestuntel er plaatsvindt bij SLM. Ja. Wat ik uiterst kwalijk vind is, je hebt het net heel goed gezegd, met je boerenverstand kijk je naar de casus SLM en je komt tot de conclusie dat dit een onredbare vogel is die, die niet uit de lucht geschoten hoeft te worden, maar gewoon ziek is. En dus je moet eigenlijk gewoon met je boerenverstand naar SLM kijken en dan begrijp je al vanaf dit een debakel is. Ik heb daar ook een artikel over geschreven in Dagblad Suriname toen meneer De Haan aantrad. Kijk, als je, ik heb genoeg bij bedrijven gewerkt die in situaties waren waarbij je een managementverandering moest begeleiden. En ik kan je vertellen dat als je als CEO zo'n baan aanneemt en je hebt niet goed nagedacht over de materie en vooral op basis van first principle thinking, hè, dus er zijn in alle businesses, of het nou in de business is of in het onderwijs is of in de natuurkunde of scheikunde, overal zijn er basisprincipes, dus ook in de business voor de luchtvaart. En als je naar de basisprincipes kijkt met je boerenverstand, dan had je al kunnen weten dat het een onbegonnen zaak was bij SLM. Dus wat ze nu aan het doen zijn, is eigenlijk iets, ik weet eerlijk gezegd niet wat ze aan het doen zijn, maar als ik iets moet vinden ervan, dan denk ik dat ze nu echt, dit is paniekvoetbal. En nog erger, het is paniekvoetbal wat al voorbedacht is. Dus de president-commissaris mevrouw Jesrun en meneer De Haan wisten dit al. Vervolgens hebben ze vragen gehad. Ze wisten het al rond begin februari, want toen is die BV, die NV opgezet. Als je dan in de loop der tijd, vanaf februari tot aan nu, vragen hebt gehad van vakbondsleiders, van de pers, misschien zelfs van ministers die verantwoordelijk zijn, zelfs misschien van de president. Als je dan niet duidelijk vertelt wat je van plan bent en waarom je die NV hebt opgezet, dan ben je gewoon de boel voor de gek aan het houden. En eigenlijk
vind ik het jammer dat mevrouw Jesselen zich heeft laten lenen hiervoor. Want je integriteit is nu naar nul gegaan. He, dus de integriteit van meneer De Haan en mevrouw Jesselen is naar nul gegaan. Eigenlijk moet je dit soort president-commissarissen gewoon voor de rechter slepen. Dus de vakbonden in Suriname roep ik op om SLM en het bestuur van SLM niet te ontzien, maar gewoon een keiharde rechtszaak te beginnen. En dit soort mensen die in raden van commissarissen zitten, in besturen zitten, het moet een keer afgelopen zijn in Suriname met dat gefriemel van deze mensen die doen alsof ze experts zijn, omdat ze misschien een vliegtuigje kunnen besturen of een keer in een cockpit zijn geweest. Maar het kan zo niet doorgaan. Bij staatsbedrijven moeten nu opgetreden worden als besturen, raden van commissarissen en zo niet deugen. We weten dat dit heeft plaatsgevonden bij de Centrale Bank van Suriname. Niemand en dan ook niemand is onderzocht. Er zijn een paar kippendieven opgepakt. Maar verder, de grote pieven die zitten nog steeds aan de borgoes en de sigaren. Nou, dat moet bij SLM niet gebeuren. Want vanaf februari weet men wat er aan de hand is. En ze hebben gewoon iedereen voor de gek gehouden. Dus Raad van Commissaris plus bestuur is verantwoordelijk voor de debakel. En als het even kan, ook de regering. Wat valt De Haan te verwijten, mevrouw Jesselen, dat je ze voor de rechter zou moeten slepen? Nou, ze hebben slecht bestuur gepleegd. Ja. En ze hebben eigenlijk informatie die publiekelijk gemaakt had kunnen worden of moest worden, hebben ze verzwegen. Ja. Met medeweten dat die informatie dus heel belangrijk is voor de stakeholders. Ja. Dus het Surinaamse volk is de grootste stakeholder in SLM. Ja. Want het is een staatsbedrijf. Ja. Daarnaast heb je de vakbonden, je hebt de mensen die daar werken, die een hypotheek hebben en die dus een hart voor de zaak hadden. Ja. En die mensen zijn gewoon nu voorgelogen, voor de gek gehouden. Want anders zouden de vakbondsmensen natuurlijk nu niet in de pers naar buiten komen en zeggen, ja, we zijn voorgelogen. Dus dit zijn niet mijn woorden, dit zijn woorden van de mensen die er dichtbij zitten. Ja, maar wat zijn nou de fouten die zij, meneer De Haan, sinds zij aangetreden is, benoemd is door de president als toch wel de crisismanager, de organisatieveranderaar, de man die op het gebied van aviation genoeg kennis en ervaring had. En dus met zijn kennis en ervaring zou hij in de situatie waarin de SLM verkeerde toen hij aantrad, zou hij weer gezond maken. Wat heeft hij in die tijd allemaal, kun je een paar fouten benoemen? Naast het feit dat hij niet gecommuniceerd heeft. Maar waar is hij uitgegleden, Ashwin? Nou kijk, heel simpel. We weten dat SLM een verlieslatend bedrijf was. Ja. Nou, zo'n bedrijf moet je dus extra voorzichtig benaderen als toekomstige CEO. En waar moet je beginnen? Je moet kijken naar de fundamentals, zou ik zeggen, in de business. Nou, ja. De fundamentals in de business zijn heel simpel. Je hebt brandstof. Je hebt je kosten van je vliegtuig, je hebt personeelskosten en je hebt je routes die je kunt vliegen om inkomsten te hebben. Yeah. Dus als je naar de eerste principes kijkt van de luchtvaartindustrie, dan zijn de kosten je arbeid en je benzinekosten, dus je kerosinekosten. Yeah. Daarnaast zijn er natuurlijk handlingkosten en landingsrechten en dergelijke. Maar dat was allemaal al bekend. Dus wat heeft waarschijnlijk meneer De Haan verrast. Hij dacht, we zitten nu in een crisis van corona. Er wordt weinig gevlogen. Ik treed nu aan. Mevrouw Jesselen, ook zeer optimistisch, ook aangetreden. En wat krijg je dan? Je krijgt een situatie waarbij men gaat hopen dat het goed komt. Dus je verlaat je basisfundamentele principes. Je kostprijs elementen, dus de berekening van je kostprijs, de elementen die daarin belangrijk zijn, die accepteer je wel op dat moment dat het een waardeloze situatie is met corona. Maar je had natuurlijk niet voorzien dat Poetin plotseling roet in het eten zou gooien en dat de olieprijzen dus zouden stijgen. Ja. En het vliegen is niet terug bij waar het was. Men vliegt nog steeds minder dan vroeger. En op die route van Suriname is KLM natuurlijk heer en meester, want die hebben veel diepere zakken. Ja. En dit zijn de fundamentals waar meneer De Haan, maar ook mevrouw Jesselen, onvoldoende rekening mee hebben gehouden. En ik heb dit in mijn artikel heb ik dit enigszins geprobeerd toe te lichten.
op een wat laagdrempeligere manier. Maar als je gewoon kijkt naar de fundamentals van SLM, was dit al een bedrijf die voordat meneer De Haan aantreedt al eigenlijk geen kans had. Ja, ja. En dat vind ik wel meneer De Haan en mevrouw Jesseren kwalijk te nemen. Maar erger is dat ze gaandeweg informatie hebben weerhouden in de samenleving terecht te komen. En dat is voor een staatsbedrijf, is dat gewoon niet goed. Dat kan niet. De belastingbetaler die betaalt je salaris, ook van mevrouw Jesseren, ook van meneer De Haan. Dus dan is het heel simpel. Je eerste belangrijke stakeholder is niet de president of een minister. Nee, het volk van Suriname. Die meneer of mevrouw die voor jou werkt, die in die cabine staat, die vluchturen maakt. Dat zijn je eerste stakeholders. En als je liegt tegen die mensen, dan ben je gewoon een leugenaar. En dan ben je, vind ik, gewoon strafbaar. Ja, maar meneer De Haan is toch wel een werkarm van meneer Santokki, de regering. Per definitie, wat meneer De Haan doet, is toch toe te schrijven, lees qua verantwoording naar de samenleving, naar de regering, naar meneer Santokki en zijn minister, die verantwoordelijk is voor aviation, voor de luchtvaart, als sector. Ik bedoel, toch niet meneer De Haan, die dan... Nou, hij maakt die blunder, natuurlijk. Hem heb je een bepaalde opdracht gegeven, maar dat hij niet communiceert naar die samenleving toe, dat is toch niet zijn taak? Nou, het is zijn taak, zeker. En als hij integer genoeg was, dan had hij de president vanaf dag 1 gezegd van luister, ik vind het belangrijk dat ik dit bedrijf op een transparante manier ga omturnen. Ja. Dat betekent dat ik alle informatie aan iedereen ga geven, want het is een staatsbedrijf. Wat vindt u daarvan, president Santokki? Nou, ik denk dat president Santokki gezegd zou kunnen hebben op dat moment. Prima. De vraag is of deze conversatie plaatsgevonden. Als ik CEO van SLM zou zijn, had ik dit op tafel neergelegd. En als het antwoord was, nee meneer De Haan of meneer Ramcharan, u mag dat niet doen, dan had ik bedankt. Dan was ik in Ethiopië een bedrijf gaan omturnen, maar niet in Suriname. Ja. Oké, okay, en nu dus we zien dat er toch wel vanaf het aantreden meneer De Haan niet waargemaakt heeft wat van hem verwacht werd. Hè? Dat hij de SLM als bedrijf financieel gezond zou maken, de SLM mogelijk de knelpunten waar personeel en allerlei kosten een groot probleem vormen om dat bedrijf weer toch wel rendabel te maken. Daar heeft hij dus niet succesvol die transformatie in kunnen brengen. En we zien dat hij nu overgaat tot het oprichten van, ik heb het gevoel, een surfenachtige organisatie. Want is het niet zo dat hij die organisatie naast die SLM plaatst, zodat mogelijk aandeelhouders die weinig vertrouwen hebben in de SLM en dus hun zuur verdiend geld niet zomaar in de SLM zouden willen investeren, maar weliswaar mogelijk in een ander kolom waar hun geld veiliger is en dat ze garanties hebben dat dat geld niet zomaar verdampt. Deze holding voor bedoeld is? Nou, ik ben benieuwd welke verstandige investeerders ze nu gaan aantrekken met dit trucje. Ik bedoel, investeerders in het algemeen die enig verstand hebben van investeren en succesvol zijn, die kennen dit soort trucjes. Dit soort, laten we het noemen, een sterfhuisconstructie. Ja. Dit soort tactieken kent men. Dus de investeerders die zich gaan aandienen, die zijn niet van vandaag. Die kijken naar dit verhaal en die lachen in hun vuistje en die denken, daar hebben we eigenlijk een bedrijf die wij kunnen opkopen voor een appel en een ei. Dus wat ik vermoed dat gaat gebeuren is dat SLM voor een symbolisch bedrag van 1 SRD verkocht gaat worden aan een investeerder die wel een degelijk plan heeft. En dat is de rode draad door dit heel verhaal in Suriname. Ja, ja. De rode draad is dat je overheidsbedrijven niet moet overlaten aan ambtenaren. We zien ook wat een gedrocht voor een situatie het is bij EBS. Ambtenaren zijn geen zakenlui. Daarom zijn ze ambtenaar. Dus of je nou bij de douane werkt of bij politie werkt en je wilt een diasporabank opzetten, je komt niet uit die business. Je kent de basisprincipes van die business niet.
Dus het kan dat het je lukt, maar de kans dat het je lukt en dat mensen vertrouwen in je hebben en dus willen investeren in je bedrijf of in je idee, je moet een track record hebben. Investeerders, verstandige investeerders, kijken naar je track record. Ze kijken naar het team. Wie zit er in het team? Als je een vliegtuigje hebt bestuurd, is het niet voldoende voor een investeerder om jou als president-commissaris of als raad van bestuur of raad van commissarissen of als CEO te accepteren. Dus Fred, ik denk niet dat het gaat lukken. Ik hoop het voor iedereen dat het gaat lukken, maar ik denk niet dat het spel zo werkt. Ja. Laten we niet vergeten, Suriname is een land wat helemaal failliet is. Ja. En het is niet zo raar dat SLM nu daar zeg maar een resultante van is, want dat is SLM. En deze regering moet niet doen alsof ze iedere dag weer verrast worden. Deze regering doet alsof ze 's ochtends wakker worden, de radio aanzetten en niet bekomen van de schrik. Alsof hun broek dan afzakt terwijl ze hun tanden aan het poetsen zijn. Het is niet zo. Suriname is al 10 jaar lang geplunderd. De parlementariërs en de mensen die nu in de regering zitten, die hebben dat heel proces gevolgd. Ik bedoel, je moet geen politicus zijn in Suriname als je de kranten niet bijhoudt. Dus ik ga ervan uit dat iedereen de kranten las. Wat er allemaal zich heeft afgespeeld in de afgelopen jaren. Dus niemand, en dan ook niemand, moet mij komen vertellen en het Surinaamse volk komen wijsmaken dat dit weer een verrassing is. Ja. Wat met SLM gebeurt. Ja. Want dit staat te gebeuren met EBS. Dit staat te gebeuren met staatsziekenfonds. Staatsziekenfonds is ook helemaal failliet. Het gaat nog eventjes duren of de specialisten in Suriname gaan ook geen geld meer krijgen. En het ergste van het verhaal is dat de specialisten ook decennia lang hebben gekeken hoe staatsziekenfonds werd leeggeplunderd door iedereen die van staatsziekenfonds had. Ook de specialisten die dure huizen hebben, mooie auto's rijden, de best betaalde experts zijn in de Surinaamse samenleving. Ze hebben allemaal erbij gestaan, ze hebben er allemaal naar gekeken. Dus ook zij moeten 's ochtends niet wakker worden en schrikken als zij niet meer betaald worden. Want ze houden die markt helemaal gesloten, ze houden het helemaal dicht, ze willen niemand toelaten, vooral geen pottenkijkers. En dan krijg je dit. Dan krijg je dus een incestueuze faillissementen, noem ik dat. Ja. Terug naar SLM. Ten slotte, Ashwin, we kunnen concluderen dat meneer Santoki een aantal amateurs in een professionele organisatie aangesteld heeft om een probleem dat bijna onoplosbaar is, om dat probleem lezen aan te pakken. En het resultaat is dat het geen stap vooruit is gekomen. Moet Santoki deze mensen niet wegsturen? Moet hij niet nu rigoureus maatregelen treffen in plaats van toe te staan? Want dat doet hij wel, om weer met een andere organisatie te komen, waar straks allerlei onaangenaam lucht aan weer uitkomt. Mijn mening is dat dat zeker moet gebeuren, want er is geen redden meer. Ja. En vooral die trucjes die ze nu uithalen, die zijn natuurlijk ook uitgelekt. Dus daar maak je ook geen mooie sier mee. En je kunt niemand verleiden in zo'n gedrocht van een verhaal. Want dat is het. Je bent nu mensen eigenlijk met een trucje aan het misleiden. De toekomstige investeerders ook. Dus ik zou zeggen, verkoop SLM voor een symbolisch bedrag aan een operator en hou een belangrijke steek in het bedrijf als land. Dus als land zou je moeten zeggen, u krijgt SLM. Investeerders, SLM is in de vitrine voor 1 SED. Wij willen graag 35 of 45%, whatever interessant is voor Suriname, wat de investeerder accepteert, behoud je als overheid. Ja. En deze mensen moet je gewoon netjes bedanken. Je begint een goed onderzoek, je zet de PG op de zaak. De vakbonden moeten gewoon een rechtszaak starten tegen het bestuur en de raad van commissarissen. En dan wordt de zaak gewoon professioneel, democratisch bekeken. En als iedereen... Als blijkt dat niemand schuld heeft aan het faillissement van SLM, dus ook mevrouw Jessere niet en meneer De Haan niet, nou dan is dat toch onderzocht en dan is het netjes, dan is het zo. Ja, duidelijk. Ashwin, even terug naar jouw stelling, tenminste jij zegt blunders stapelen zich op en welke minister moet nu echt opstappen?
Heb jij daar een uitgesproken mening over? Welke minister wat jou betreft toch wel nu bewezen hebben dat zij niet competent zijn, dat ze hun taken, hun rol niet waarmaken en dat het nu goed is dat ze afscheid nemen van het kabinet en dat er anderen komen voor hun in de plaats? Nou, wat ik het ergst vind is hoe de zaak bijvoorbeeld met die ambassade in Jeruzalem is gelopen. Ja. Kijk, je gaat ervan uit dat er in het overleg van de vice-president dat dit soort dingen besproken worden. Want in het overleg van de vice-president, waarbij hij de ministers aanstuurt, zou het zo moeten zijn dat het onderwerp openen van een ambassade in Marokko, België, Israël, dat dat ter sprake komt. Dat is blijkbaar niet gebeurd, want Marinus B., zijn broek viel ook af toen hij dat hoorde in het DNA. Ja. En de moslimbroeders en zusters in Suriname hebben groot gelijk om dit zo aan te kaarten. Want als het om een hindoe-situatie ging, hadden de hindoes ook geageerd. Of als het om een christelijke situatie ging, hadden ze ook geageerd. Kijk, dit ligt heel gevoelig. Dat Jeruzalem-Israël verhaal ligt gewoon heel gevoelig. Dus het verbaast me 1, dat het niet in de ministerraad is genoemd. 2, dat er geen overleg is geweest, in ieder geval met de vice-president en andere personen in de samenleving, waaronder de grote stakeholders, de moslims in Suriname, want die hebben ook gestemd op de VHP, die hebben ook gestemd op het beleid van de VHP, en als het VHP-beleid dan uitmondt het openen van een ambassade in Jeruzalem, dan is dat beleid wat de moslims kunnen afwijzen, want zij zijn een stakeholder in de politiek, net zoals ieder andere groep in de samenleving die zijn of haar vertrouwen in de VHP heeft geplaatst. Ja. Dus ik vind, als we kijken naar hoe de betrokkenheid is geweest van minister Ramdin bij verschillende dingen die mis zijn gegaan de afgelopen tijd, denk ik dat hij zich niet alleen binnen een mum van tijd, binnen 2 jaar, zich heeft ontpopt tot de meest impopulaire minister ooit in de geschiedenis van Suriname. Dat verbaast mij. En niemand moet mij kwalijk nemen dat ik dit zeg, want dat heeft hij zelf veroorzaakt. Ja. Dus niemand moet mij dit kwalijk nemen. Dus voordat men gaat zeggen, meneer Ramcharan heeft weer een grote mond, denk goed na waar dit is begonnen. Het is niet bij meneer Ramcharan begonnen, het is bij de persoon begonnen die een bepaalde houding tentoonspreidt, een bepaalde betrokkenheid die niet waargemaakt kan worden, waarin er verkeerde dingen gedaan worden, waarmee je jezelf eigenlijk in een situatie plaatst dat mensen zeggen, deze man, volgens mij is er iets, zijn de draadjes los bij deze meneer. Dus dan ben je ongeschikt als minister en dan zou je eigenlijk de eer aan jezelf moeten houden. Ja, is het niet zo dat Ramdin op dit moment leest de gebeten hond wordt en dat feitelijk de regering Santokki Brunswijk, die feitelijk de hoeder moeten zijn van wat de ministers buiten de deur doen of wat de ministers namens het kabinet naar buiten toe profileren, dat vooraf goed geregeld en geïnstrueerd moet zijn. En dat stel dat Ramdin hier uitgegleden is, ik bedoel, ligt die verantwoordelijkheid niet in eerste instantie bij de VP en de president? Nou, dat brengt mij dus op een van de delen van de stelling. Ja. Kijk, we moeten ons echt afvragen, wordt het land geleid door een coalitie? We zien president Santokki en Brunswijk op een voetbalveld een balletje trappen. Ja. En dat is eigenlijk het beeld wat men graag naar buiten brengt. Maar als je kijkt naar wat voor uitglijders er eigenlijk gemaakt worden, en dat de ABOP in ieder geval iedere keer publiekelijk moet toegeven dat ze het niet wisten, of het nou waar is of niet, of ze spelen dat ze het niet wisten, dat weet ik niet. Ja. Maar het gaat erom dat je linksom, rechtsom, iedere keer heeft ABOP een verhaal van, ja, uno ves abdis. Ja. We wisten dit niet, hoe geloofwaardig is meneer Brunswijk? Hij zegt wel eens vaker. Dat is een hele goeie. Ik kan me niet voorstellen dat het niet besproken is, meerdere dingen die geblunderd hebben, meerdere projecten die tot een blunder hebben geleid, surfen, ja, enzovoort,
en nu Jeruzalem, dat er niet gecommuniceerd is. Dus ik heb daar moeite mee om dat te geloven. Dus of het volk wordt voor de gek gehouden, en jij en ik ook, en de luisteraars ook, of het is werkelijk zo dat de VHP gewoon helemaal niet communiceert over zijn of haar plannen met een van de belangrijkste coalitiegenoten wat mij betreft, de ABEL. En ik vind dat dat moet ophouden. Ja. Ik vind dat we het volk niet moeten voor de gek houden. En als je niet als coalitiegenoten met elkaar communiceert, dan is het belangrijk dat je nu gaat nadenken hoe je dat wel gaat doen. Want als je een balletje kan trappen, dan lijkt het mij ook heel eenvoudig om met het hele team te voetballen. En in een voetbalwedstrijd is er ook jugu-jugu, maar dan is het gewoon goed om het sportief te houden. En we zien dus dat er geen sportiviteit is bij de coalitiegenoten. Er wordt keihard in de media, wordt men helemaal afgezeken. En misschien borrelen ze in de kamers wel met elkaar. Wie houden ze dan voor de gek? Ze houden het volk weer voor de gek. En het volk, Chipoti, wordt weer een rat voor ogen gedraaid. Er is dus eigenlijk niet veranderd. Ja. De regering, kabinet Santokki Brunswijk en alle manschappen erbij, dat is toch geen voetbalclub? Dat is toch een hele... ik gebruik de metafoor natuurlijk. Ja, ja, maar... Ernstig punt, zeker. Ja. Een voetbalclub, daar kan het bestuur ad hocerig van dag tot dag naar de waan van het moment misschien allerlei besluiten nemen. Maar van een regering bij wet bepaald en wie welke verantwoordelijkheid heeft, daar verwacht je toch dat wat er ook gebeurt, daar een strategische visie aan ter grondslag ligt. En dat als we het over buitenlands beleid hebben, dat buitenlands beleid toch eerst vooraf, toch van alle kanten door de president, de vicepresident en de raad van ministers, de ministers, daarover gediscussieerd is, toch? En dat men met elkaar de spijkers op de kop slaat. Hè? Van oké, voor Israël of voor Marokko of voor Turkije of welk land dan ook, gaan we ambassade doen met dat en dat en dat en die intenties. Toch niet zomaar aan de waan van de dag overlaten. Ja, dit is een heel goed punt. Kijk, als we kijken naar ook binnen de politiek zijn er first principles, basisprincipes waar je aan moet houden. Ja. Dan zien we dus dat de basisprincipes in deze coalitie gewoon niet gelden. Ja. Zoals ze zouden moeten gelden. He? Als coalitiepartner informeer je elkaar. Je hebt inderdaad een strategie. Die strategie is met elkaar besproken. Jongens, we gaan een bepaalde setup hebben hoe we dit gaan aanpakken de komende tijd. Deze regering had verwacht dat ze na corona en na de crisisbeheersing in een gespreid bedje zouden terechtkomen van geweldige oil en gas enzovoort. Ja. Maar dan hebben we plotseling een overstroming in Brokopondo. En dan hebben we plotseling weer een debakel bij SLM. Dan hebben we weer plotseling dat de stad weer helemaal blank staat. En dat het blijft regenen. Regen wat men nog nooit heeft gehad. Dus het is, wanneer je iets kunt oplossen, moet je het eigenlijk meteen oplossen. Dat is de boodschap. Je moet het niet uitstellen en denken dat God je gaat helpen enzovoorts. God helpt alleen mensen die zichzelf helpen. En je kan nog zoveel bidden, want er wordt veel gebeden door die politici in Suriname. En toch openen we. Tijdens het bidden luisteren we niet naar wie om ons heen zit. We kijken ook niet wie om ons heen zit. We gaan ambassades openen in Jeruzalem. Ja. Minister Riyad Nur Mohammed, als moslimbroeder, had eensgezindheid moeten tonen met zijn moslimachterban en had moeten aftreden. Dus als je me vraagt wie moet aftreden, dan is meneer Riyad Nur Mohammed een van de mensen. Als ik hem was geweest, was ik loyaal geweest aan mijn achterban, want die heeft mij daar geplaatst. Daardoor ben ik daar op die functie. En het heeft niets te maken met mijn professionaliteit. Het is een principe kwestie. Ja. Dus ik zou aftreden. Okay. Ik zou in ieder geval daar een punt van maken. En zo zie je maar, er gelden geen principes. He? Dus ook de moslims, broeders en zusters, ik ben benieuwd waartoe dit gaat leiden. Ja, maar dat zou natuurlijk even voor dit moment voorbarig zijn. Hè? Omdat
we nog niet precies weten van wat er gaat gebeuren in Jeruzalem. Ramdien heeft het uitgesproken. Meneer Brunswijk zegt, er komt geen ambassade in Jeruzalem. Marinus B. spreekt namens het parlement, zonder dat het parlement gestemd heeft, een standpunt uit van wat er gebeurt. Het parlement zal een ambassade in Jeruzalem niet goedkeuren, alsof hij de dictator is geworden in dat land. Dus zolang dat een beetje in het midden hangt van wat er gaat gebeuren, zou het aftreden van Riyad natuurlijk heel voorbarig zijn. Maar, bij mij ging het meer om de vraag, welke dysfunctionerende ministers zou wat jou betreft af moeten treden. Maar daar kom ik straks op terug. Even toch die lijn van die discussie over toch wel de keuzes en de besluiten, hè, van ministers. Ik had het over dat een regering geen voetbalclub is, maar die hoort professioneel op basis van bepaalde richtlijnen, wetten en regels het land te besturen. En het is natuurlijk te verwachten dat iedere regering een strategie heeft, een visie heeft en een regeerakkoord waarin zaken besproken is van wat ze met elkaar willen doen voor de komende periode en dat regeerakkoord uiteindelijk uitgewerkt wordt in een beleidsplan. En ieder minister zou een beleidsplan moeten hebben bij de aanvang, hè, van wat bijvoorbeeld Bibis wil gaan doen tot het jaar 2025 op het punt van buitenlands beleid. En als het gaat om het vestigen van ambassades, wat de normen zijn, wat de criteria zijn voor de keuze van het land. En waar men, wat voor relatie men dan met dat land aan wil gaan. En dat vooraf bediscussieerd is. We zien inmiddels dat niet gebeurd is, hè, want dat horen we wat jij zegt in het parlement. Wist meneer Marinus B. niet. Meneer Aziz Gayadin, de voorzitter van de coalitie, die had het ook niet gewoest. Die wist het ook niet en die kon geen mening vormen en wist niet welke kant op gaat. Kortom, als die mensen het niet weten, dan zal het waarschijnlijk ook niet in regeringsverband besproken zijn. Kunnen we concluderen, Ashwin, dat dit heel erg amateuristisch is? Dat hele gedoe rondom dat kabinet Brunswijk en Santokki, en dat ze daarom steeds van die blunders maken? Nou, ik denk dat dit het amateurisme overstijgt. Ja. Er is meer hier aan de hand. En ik denk dat het heel belangrijk is dat deze regering met elkaar op de hei gaat. Dus ik pleit ervoor dat men echt fundamenteel iets gaat doen aan de relatie binnen de coalitie. Er is heel veel verdeeldheid. En er is een verdeeldheid erbij gekomen met die ambassade kwestie in Jeruzalem. Men wil eigenlijk geloven dat er een hechte coalitie is, maar het is er gewoon niet. En die jugu-jugu binnen die coalitie, dat is niet gezond, dat is niet voorbeeldig, dat is zeker niet inspirerend en zeer destructief. Dus wat je krijgt is, je krijgt een beeld naar buiten toe van het is koek en ei, maar iedereen weet dat het geen koek en ei is. Dus je kunt hier geen fiado van maken. Dus wat belangrijk is dat men de keuken ingaat met z'n allen en daar gewoon even de ingrediënten van fiado bij elkaar haalt en afspreekt van, luister, wij gaan nu zo'n fiado maken, er moet zoveel zout in, zoveel suiker, precies wat je zegt. En dan kunnen we fiado maken, want anders wordt er geen fiado gemaakt de komende 3 jaar. En dat zou ernstig zijn voor Suriname, want Suriname, het lot van Suriname hangt al aan een zijden draadje aan deze twee coalitiegenoten, de VHP en de ABOP. Ja, en we zien nu al 2 jaar dat het gewoon niet botert en het is echt tijd om nu gewoon met elkaar aan tafel te gaan en te zeggen, jongens, wat kunnen we doen om dit toch tot een goed einde te brengen? Ja, maar goed. En daarvoor heb je leiderschap nodig. Ja, maar praten we daarmee niet makkelijk, het falen van verschillende personen goed? Ik bedoel, meneer Bibis, die had toch voldoende gevoel, moeten kunnen aanvoelen en weten dat wanneer hij bepaalde keuzes maakt, uitspraken doet, in een pluriforme samenleving als Suriname, dat de hel daar zou losbreken. Had hij moeten weten, niet? Ja. Dat had hij moeten weten. Zeker als diplomaat had hij dat moeten weten. Ja, dus naar binnen toe, naar Suriname toe.
Men heeft ook met fronsende wenkbrauwen in het buitenland toch kennis genomen van dat Suriname een ambassade gaat vestigen in Jeruzalem. Terwijl de hele wereld in Tel Aviv blijft, Jeruzalem vermijdt vanwege het feit dat het natuurlijk controversieel is. En wil niemand zich daaraan zondigen. En wie gaat dat doen? Suriname. Ik bedoel, dat had Bibis toch moeten weten. Van als ik dit doe, dan sta ik daar alleen in. Of wilde hij... En Joe Biden die kan dan natuurlijk op dat punt waarschijnlijk nu nog niet terug. Ik weet niet of hij daar ooit die ambassade weer verplaatst. Maar wilde meneer Bibis gelijk staan met Amerika? Amerikanen hebben gekozen om naar Jeruzalem te gaan. Dus kiest hij ervoor om ook naartoe te gaan. Of is dat gewoon ad hocerig? Niet over nagedacht, impulsief. Hij komt in Jeruzalem aan, krijgt een rode loper. En hij waant zich een sheik uit Suriname in Israël. En hij denkt, ik ga koekjes uitdelen hier, cadeautjes. En het mooiste wat de minister van Buitenlandse Zaken van Israël zou willen horen, is dat Suriname inderdaad een ambassade in Tel Aviv, in Jeruzalem gaat vestigen. Die man is toch daar op dat punt behoorlijk kwalijk te nemen. Die fiado, die is in zijn gezicht terechtgekomen. Want dit gaat absoluut niet goed vallen in Suriname, ja, als hij terugkomt. En wat ik zei, ik vind het zo opmerkelijk dat zo'n diplomaat, ja, van een bepaald kaliber, althans, dat is wat we moeten geloven, dat het van een bepaald kaliber is, dat hij zoiets niet ziet, kan ik me niet voorstellen. Dus concludeer ik dat er hier een ander agendapunt is. En het agendapunt is namelijk heel eenvoudig. Als je in Jeruzalem als diplomaat een ambassade wilt openen, dan val je op. En als je opvalt, kun je waarschijnlijk bij de eerstvolgende carrière stap een prima functie krijgen in een Amerikaans bastion, geleid door Israëliërs, of waar Israëliërs een grote stem in hebben. Want dat was meneer Ramdin, die eigenlijk heel graag een ambassade wilde openen in Jeruzalem. Dus hij is pro-Israël. Weet je wat, we geven die man die functie. Dat zou kunnen. Ja, maar dat is oliedom. Want dat is oliedom als hij daarop was. Hè? Want in Suriname heeft hij een tijdbom geplaatst. Dat moet nog even uit de hand lopen of heel op de boel escaleert daar. Hij en zijn partijvoorzitter en natuurlijk de hele VHP ontploft. Nou, het schijnt dat de president verantwoordelijk is voor het buitenlandbeleid. Ja. Dus Ramdin zou zich kunnen verschuilen achter dat idee van luister, dit is beleid. De president vindt dat we een ambassade moesten openen in Jeruzalem. En dat heb ik gewoon gedaan. Ja. Ik heb niets anders gedaan dan wat mijn baas van mij verwacht. Yes. Nou, dan moeten we gaan nadenken over wat het idee van de baas was achter dit verhaal. Als je investeerders uit Israël wil aantrekken in Suriname, kun je dat prima doen door een ambassade te openen in Tel Aviv. Dan hoef je de moslimbroeders en zusters in Suriname niet te schofferen. Dan hoeft meneer Riyad Nur Mohammed niet af te treden of te dreigen met af te treden. Je hebt dan gewoon een fatsoenlijke manier om met beide partijen in een win-win situatie iets voor elkaar te krijgen. Maar het is bewust niet gedaan. En ik kan me ook niet, ik kan me echt niet voorstellen dat dit de president is ontgaan of dat hij dit niet wist of niet over heeft nagedacht of niet over heeft gesproken met zijn adviseurs, diplomatieke adviseurs. Dat verbaast me heel erg. Ja, we weten dat hij een communicatieadviseur heeft, die toch wel iets van de moslimgemeenschap zou moeten weten. En als hij heel dicht bij die moslimgemeenschap staat, als adviseur van de president, had hij als eerste moeten roepen, president, nou niet beginnen, want daarmee krijg je de moslims tegen je. Ja, ik denk dat je bedoelt Farid Pirkan. Ja. Ja, nou ik heb in ieder geval het verhaal gevolgd toen dit allemaal heel gevoelig begon te worden in Suriname. Ja. En volgens mij heeft Farid zich wel dusdanig gedragen dat hem niets te verwijten valt. Hij is opgekomen voor zijn achterban. Of voor de mensen voor de gemeenschap waar hij ook deel van uitmaakt. Ja. En dus ik denk dat hij zijn stukje als mediaman heeft gedaan. En ik weet niet of hij wist dat dit zou gebeuren. En wat ik denk, Fred, is echt hoor, ik denk echt dat dit bekokstoofd is in een klein groepje, zoals
heel veel dingen in een klein groepje worden bekokstoofd. Ja. En dat dit ook weer niet verwacht was dat het zo'n situatie zou ontketenen. En dat is naïef, want er zijn zoveel dingen gebeurd waarvan ik denk, dit is pure naïviteit. Of het is opzet geweest in de hoop dat het goed zou vallen. En keer op keer valt het niet goed. Dus het zijn wel steeds dezelfde mensen die de hoge bomen die de wind vangen. Ja. En dan moeten ze ook de consequenties ervan dragen. Nou ja, meneer Ramdien heeft daar een voorschotje op genomen toen hij dit verhaal lanceerde. En al kritiek op kwam, zei hij, we moeten daar niet te emotioneel op reageren. Want daarmee wilde hij zeggen van, hier zit meer belang bij de ontwikkeling van tsunami. We gaan een hoop binnenhalen. Dus laten we rationeel, verstandig naar het verhaal kijken en niet uit emotie reageren. Nou, ik kijk met spanning uit naar zijn verklaring. Ik hoop dat de pers hem aan de tand voelt, dat de parlementariërs hem ook aan de tand voelen. Ja. En dat we toch gaan nadenken over hoe het kan dat een topdiplomaat, wat mij betreft alle diplomatieke opleidingen en vormingen en zo heeft doorlopen, zo een beslissing kan nemen met zijn met wat hij weet van zijn van de moslimgemeenschap in Suriname of de moslimgemeenschap in de wereld, maar ook gewoon van andere landen, waaronder Nederland, die dat niet doen in Jeruzalem, maar gewoon in Tel Aviv. Ja, als ze goed om zich heen hadden gekeken, exact. Dan hadden ze toch wel wat signalen moeten hebben gekregen van, als ze dat met elkaar bekokstoofd hebben, dat dit niet de juiste beslissing is en dit een hoop ellende zou krijgen. Want nu hebben ze verwachtingen gewekt bij de Israëliërs. Hè? Ik bedoel, die hebben dat ook enthousiast in hun eigen omgeving uitgedragen, tsunami gaat, een ambassade vestigen in Jeruzalem. Ik bedoel, ik heb nog niet gelezen dat dat teruggedraaid is. Hè? Ik heb niet gelezen dat Ramdien gecommuniceerd heeft van, jongens, ik heb problemen in op mijn thuisfront, dus even parkeren de zaak tenminste. Daar heb ik niets van gelezen. En bovendien, Ashwin, de president hemzelf heeft tot en met vandaag daar geen woord over geuit van wat hij van deze kwestie vindt. Ik bedoel, vind jij niet merkwaardig dat hij op dat punt het zwijgen toe doet? Ja, dus dit zien we wel vaker bij president Santokki, dat hij zijn tijd neemt om te reageren op hele benarde situaties. Aan de ene kant kun je zeggen, ja, dat is heel goed, want hij kan niet doordenken enzovoort. Hij kan genoeg advies inwinnen. Maar bij mij gaat het erom, je had dit al makkelijk kunnen weten. Dus eigenlijk is die hele damage control die er nu gaat plaatsvinden, niet nodig. Dat had niet nodig geweest hoeven zijn, als je dit gewoon vooraf had doorgedacht. Mm-hmm. Dus het is wel zijn stijl. Hij gaat waarschijnlijk wel met een verklaring komen of met een verhaal komen. Maar dat doet hij vaak. Hij gaat nooit meteen reageren op dit soort dingen. En dat is een bepaalde strategie, een bepaalde stijl die hij heeft. En het is zeker als je dit had afgesproken met je minister van Buitenlandse Zaken van, meneer Ramdien, we gaan het zo doen. Begin te gaan, ik dek je wel. Ja, dan is het logisch dat hij nu voorlopig niets laat horen. Maar ik verwacht wel dat hij met een verklaring komt. En ik ben heel erg benieuwd wat de verklaring van hem gaat zijn, wat de verklaring van Ramdien gaat zijn. Maar ik ben nog meer benieuwd wat de moslimgemeenschap gaat doen in Suriname. Want dat is nogal een flinke aanhang binnen de VHP. En op weg naar 2025 denk ik dat met deze schoffering, want dat is het wel. Ja. De moslimgemeenschap is eigenlijk gewoon, laten we zeggen, geschoffeerd door deze actie van deze regering. Door de VHP-minister en VHP-beleid, VHP-buitenlandbeleid. Want de coalitie wist er, dus de ABOP wist er niets van. Dus ik ga even ervan uit dat ABOP hier geen rol in heeft gehad. Dit is puur VHP-strategie, VHP-beleid. Dus ook VHP die gemachtigd was door de moslimgemeenschap om te regeren. En ik ben dus benieuwd wat de moslimgemeenschap gaat doen hiermee. Maar ook misschien met andere dingen die nu gebeuren. En in 2025 zullen we zien wat er gaat gebeuren. Ja, de vertegenwoordiger in het parlement namens de moslimgemeenschap die dit toen in die vergadering heeft aangekaart, heb ik persoonlijk gesproken. Ja. En hij zegt, wat mij betreft is de kous af. Het is hier toegezegd in dit parlement, door de voorzitter van het parlement, de applaus van parlementariërs, dat Jeruzalem niet de vestiging in plaats wordt van de ambassade. Dus voor de moslims is dat een gedane zaak.
Dus Santokhi en Ramdin hebben een probleem. Nou, kijk, wat zij nu moeten doen, wat de moslimgemeenschap in Suriname moet doen, is nu verder gaan. Ze moeten niet zeggen, nee, we willen geen Jeruzalem, Tel Aviv is goed genoeg. Nee, ze moeten eigenlijk zeggen, we willen helemaal geen ambassade in Israël. Dat moeten ze zeggen. En als er ooit een diplomatieke betrekking met Israël moet komen, gaan we gewoon op de Tel Aviv. Oude voet verder. We gaan gewoon op de oude voet verder. Dus we hebben geen ambassade nodig. We kunnen een niet-residerende Zoom-ambassadeur benoemen in Suriname. En als het nodig is, kan die netjes afreizen naar Israël. Maar we gaan geen ambassade openen. We hebben daar 1, geen geld voor. 2, we hebben het verprutst. En 3, we hebben respect voor onze moslimgemeenschap. Dus ik ben benieuwd, ik ben echt benieuwd wat de moslimgemeenschap nu gaat doen. Want eigenlijk is dit het is een onafgemaakt verhaal. Ja. Nou ja, meneer Santokhi zegt, hij gaat nadenken, hè? Ik bedoel, hij denkt iedere keer na, zoals jij dat zegt. Maar een vliegtuig in turbulentie, dan moet de kapitein toch handelen en niet nadenken, want anders stort dat toestel neer. Ik bedoel, dit zijn manier van handelen, zijn manier waarop hij acteert op allerlei crisismomenten, problemen. Dat kan misschien 8 van de 10 gevallen goed gaan, maar 2 gevallen, dan is het in 1 keer raak. En dan stort het neer. Ik bedoel, is dit niet een brokkenpiloot die op dit moment koers naar het instorten van zijn kabinet? Ja, dat zou ook een bewuste strategie kunnen zijn. Ja. Het is grappig dat je dit zegt. Dat heeft ook bij mij in mijn hoofd even even gespeeld. Ja. Van, is de VHP nu bewust bezig deze regering te laten vallen? Ja. En dat zou een scenario kunnen zijn dat ze het nu op dusdanig scherp spelen dat die regering gaat bossen. Yeah. Ik zou het jammer vinden. Ik vind het heel erg als dat gebeurt. Want ik denk juist dat deze twee coalitiepartners prima het land zouden kunnen regeren. We moeten niet vergeten, de ABOP heeft ook hele goede adviseurs. VHP heeft ook hele goede mensen. We moeten ervoor zorgen dat we eensgezind het land kunnen opbouwen. In ieder geval de komende 5 jaar. En het zou onvoorbeeldig zijn en het zou verschrikkelijk destructief zijn om nu IMF binnen te hebben en je valt als regering. Dat gaat geen één investeerder goed doen. Ook niet die jongens die nu zitten te geilen op oil en gas. Bedrijven als Total en Chevron en Apache en zo. Die gaan zich ook achter de oren krabben. Maar als het moet gebeuren en er is een strategie om daarna de verkiezing te winnen en 28 zetels binnen te halen. Ik zie het niet. Ik zie het niet gebeuren. Ik zie niet gebeuren dat de VHP 28 zetels haalt. Dus als het een strategie is om die regering te bossen en vervolgens dan voor 28 zetels te gaan, dat gaat niet lukken. Want de VHP heeft in de afgelopen 2 jaar aangetoond dat ze ook grote moeite hebben met regeren. En ze geven ABOP wel vals de schuld. Maar ik zou eerst kijken naar het team wat er zit. De manier waarop het team omgaat met aangeboden hulp van bijvoorbeeld de diaspora, maar ook waarschijnlijk andere adviseurs die zich wat kritisch uitlaten, waaronder ook ik, jij en anderen die kritisch zijn, de VES. En als je dan onder de streep kijkt wat er dan gepresteerd is, dan is het heel mager. Ik bedoel, ik heb ook dat boekje gelezen wat nu gelanceerd is, met alle verworvenheden. De mensen die dat geschreven hebben, ja, die maken zich eerlijk gezegd toch een beetje belachelijk. Omdat het een verhaal is wat eigenlijk gewoon niet klopt. Dus de vraag is 1, voor wie heb je dat boek geschreven? Surinamers zijn niet echt lezers. Het is een boek met heel veel plaatjes. Volgens mij 1/4 plaatjes, 1/4 inhoud. En weet je, dus het is gewoon een heel mager verhaal. En wat ik ook, dus heel veel bladvulling. Ja. En als ik kijk naar de wetsontwerpen. Dat is ongeveer de helft van het boek, allerlei wetsontwerpen die ingediend zijn. Dan kom ik nergens een cluster van wetsontwerpen tegen die het ondernemend zijn in Suriname aantrekkelijk zou moeten maken. Er wordt nergens gesproken over het aantrekken van investeerders met een bepaalde belastingwet of een bepaalde stimuleringswet. Dus ik vind het eerlijk gezegd gewoon, als je gewoon kijkt naar wat, dus nu met het boek. Ten eerste is het zo, als je een boek uitbrengt waarin er zoveel verworvenheden staan, dan moet je niet reshuffelen. Want dan heb je geen reshuffle nodig, want iedereen presteert top. Ja,
Maar als je reshuffelt en je brengt zo'n boek uit, dan ben je inconsistent in je uitingen. Je bent inconsistent in je redeneringsvermogen. Heb je kolomresultaten gezien naast al die items die er tussendoor genoemd worden, wat men bereikt heeft? Nou, dus Fred, eerlijk gezegd heb ik diagonaal gelezen. Ook want, al, ja. Ja, ik heb ook diagonaal gelezen, want het is heel eenvoudig. Er staat zoveel bladvulling in. Ja. Dit moet geschreven zijn door een clown. Ja, en nou, ik zal die naam niet noemen, maar goed. Maar ja, dus ik heb die kolom resultaten gemist. Hè? Dus als je zegt van je gaat 2 jaar verantwoorden, dan ga je niet. Ja, ik kan ook een hele boek vol met intenties opschrijven, toch? Zeker. Maar ik bedoel, dan wat heb ik van die intenties waargemaakt? Hè? Bucketlijst, ik wil dit, ik wil dat, ik wil zus. Nou, ik heb een bucketlijst van hier tot 1000 punten. Maar als ik dan die lijst, de rij kolom daarnaast van wat ik heb weggestreept, nou ja, dat is natuurlijk niet, daar gaat het uiteindelijk om. En dat miste ik in dit boekwerk. Dus het is een hoop blabla, maar niet echt resultaten. Nou, maar dit is bekend binnen de marketing. Als je geen eenduidige boodschap hebt, wat je op een halve A4 kunt schrijven, dan ben je eigenlijk aan het misleiden, want dan heb je een hoop toiletpapier op elkaar bij elkaar geniet. En dat is het. Het is gewoon heel jammer dat de president zich op deze manier door dit soort mensen laat bewieroken. Want dat is het. Het is een bewieroking van de president. Ja. He? Want er is geen bewieroking van de ministers, want die worden gereshuffeld. Dus hoe goed ze ook hebben gepresteerd, hoeveel wetten ze ook hebben ontworpen, en hoeveel verworvenheden ze ook worden toegeschreven aan hun in dit boek, ze worden gereshuffeld. Dus voor hun is dit geen pluim. Dit is een pluim, dit is een bewieroking door een clown van een president die zich eigenlijk niet moet laten bewieroken door dit soort figuren. Dat is niet goed. Ja, als jullie zei dat deze twee partijen de best aangewezen partijen zijn om het land te blijven besturen. Ja. Dat zei je toch? Want zij hebben de beste kaders in huis. Hè? Zij hebben de beste mensen in huis. Ja. Waarom hebben we ze dan niet gezien afgelopen bijna 24 maanden? Waar is, ik bedoel, als we kijken naar wie de president allemaal omringt, als adviseurs, superadviseurs. Nou ja, ik zie een jurist die amper net afgestudeerd is op de Leidse Universiteit. En zijn pa is natuurlijk connected met de VHP. En hij is de topadviseur juridisch. Nou ja, kijk naar anderen, dan zijn het allemaal die mensen, allemaal figuren die een belang hebben in de partij, of de partij hebben belang bij die figuren, en die zijn allemaal benoemd tot topadviseurs, zonder qualita qua lees berekend te zijn voor de taak waarvoor zij benoemd zijn. Ik bedoel, waarom heeft dan Santoki niet van die topadviseurs met kwaliteiten, kader die er is, daaruit geput? Ik denk dat deze boom helemaal krom gegroeid is. Ja. Toen corona uitbrak, of eigenlijk voor corona, was het idee geweest dat er echt kwaliteit naar Suriname zou afreizen. Ja. En dat die geaccommodeerd zouden worden, die zouden meedoen en dergelijke. Maar door de komst van corona is dat heel verhaal helemaal omgebogen. Dus er zijn mensen benoemd die eigenlijk suboptimaal kunnen presteren. En die moeten dan nu gewoon blijven zitten. Kijk, we hebben ook, als we gewoon kijken naar de gezondheidssector, dan zien we ook daar gewoon de ene drama naar de andere zich voltrekken. Ik heb heel aandachtig geluisterd naar het interview wat jij had met Jared Pawiro-Rijo, de oogarts. Ja. En je merkte ook hoe bang die meneer was om jou iets te vertellen. Ja. En dat is de cultuur. Hè? Dus we hebben een cultuur in Suriname gecreëerd dat als een professional, als Jared Pawiro-Rijo op de radio komt om te vertellen hoe rot het systeem van binnen is, dan moet hij vooral oppassen dat hij de minister niet op zijn lange tenen trapt. Mm-hmm. Met de feiten, hè? Dus met de feiten. Het gaat om de feiten, want die meneer was niet uit zijn nek aan het kletsen. Hij had feiten. Hij is een man van het veld, hij is een professional. Hij kon rekenen, hij kon vertellen dat een lichtbed in Suriname €70 vergoed krijgt door het ziekenfonds, terwijl de gangbare prijs tussen de €500 en de €1000 in de regio ligt. Nou,
Maar je merkte dus in het gesprek dat hij constant bang was. En waarom is dit een goede illustratie? Dit geeft aan dat de beste stuurlui eigenlijk broek doen in Suriname. He? Ze doen het in hun broek, want ze vinden het leuk om met een mooie auto te rijden en een duur huis te hebben als specialist en dergelijke. Maar ze kijken niet verder dan hun neus lang is. Want zoals ik net eerder zei, omdat het systeem zo rot is en wordt bemenst door mensen die eigenlijk onbekwaam zijn, wat jij net vertelde, is er dus een situatie ontstaan dat dit zo voortkabbelt. En als dit nog 3 jaar zo voortkabbelt zonder een gedegen doorlichting van deze rot, dan is het land gewoon ook in 2025 gewoon gedoemd niet te kunnen groeien. Ja. Want het land is al 2 jaren niet gegroeid, door allerlei redenen. Het land gaat nu waarschijnlijk moeizaam, misschien met een paar tiende procenten groeien. Ik verwacht het niet. En als je dus vraagt van oké, wat zou er dan moeten gebeuren? ABOP heeft goede mensen, VHP heeft goede mensen. Ik blijf erbij. Er zijn echt hele goede mensen in die twee politieke groepen. Alleen zie je dus nu dat er een bepaalde groep is gaan zitten en de president voelt zich uiterst loyaal om deze mensen te laten zitten. En ze gaan blijven zitten in 2025. Je bedoelt passief, de groep die het wel kan, maar die worden op een... Ze kregen allemaal dus dit idee van we moeten loyaal zijn, we moeten blijven zitten, koste wat kost, want dit waren de aardige mensen die mij in coronatijd hebben geholpen. Okay. Dit gaat backfiren, want je krijgt dan een onvoldoende van het volk en dan blijf je zitten. Ja. Maar goed, de president, je hebt hem gehoord hè, in zijn partijgebouw bij de verkiezing van de partijleider voor de volgende periode, dat hij inzet op 28 zetels bij de volgende verkiezing en dat hij met deze samenstel van nieuw bestuur die 28 zetels ook ziet zitten. Jij zei ook van dat is een droom, dat zal hij nooit waarmaken. Waarom vind jij dat? Nou, zoals het nu gaat, gaat het absoluut niet lukken. Maar ik wil dit niet op de radio zeggen, want het is heel veel geld waard en heel veel waard wat ik heb bedacht. Het is mogelijk dat de VHP in 2028 28 zetels haalt, maar niet op deze manier. Nou ja, ik bedoel, kijk, er is maar één weg, Ashwin, is doen wat je beloofd hebt. Het Surinaamse volk uit dat moeras van ellende, armoede. Maar Fred, je geeft het antwoord. Toch? Doe wat je hebt beloofd. Ja. Zo simpel is het. Maar dat doen ze niet, hebben ze niet gedaan de afgelopen 24 maanden. Denk je dat ze dat komen? Ja, dus daar zal het niet van komen. En je ziet dat die meneer met demagogische taal bezig is. En hij gaat de VHP omturnen in een toko-VHP. Waar leef je? Ja, het wordt VHP. Ja. De ware huis VHP. Ja, waar ze binnenkort, waar ze dus levensmiddelen goedkoop aan de man gaan brengen. Dus ze gaan de ondernemers die hun best doen om ook daar een living van te maken, die gaan ze dan kapot concurreren. Want zij hebben vrienden die goedkoper de producten uit het buitenland kunnen halen. Ik bedoel, hoe rijmt dat met elkaar? Een president die ook de voorzitter van de VHP, die tegelijkertijd president is van het land, die zegt ook nota bene daar, ik heb mijn VHP'ers als president naar mij toegeroepen en gezegd, jullie gaan dit en dit en dit en dat doen. Ik bedoel, hoezo? Je hebt toch die ondernemers, naar je toe moeten roepen? Ja, dus het idee is in principe een goed idee. De uitwerking is natuurlijk weer slecht. Want je moet niet als politieke partij nu een warehuis willen zijn. Want dan ben je een jack of all trades, een master of none. Je moet je houden bij je lees. Dus voer je politiek, ga geen aardappels en zo verkopen en dergelijke. Maar je zou wel kunnen denken om bijvoorbeeld staatsmarkten op te zetten, zoals we die vaker hebben gekend in Suriname, waar je met geïmporteerde, als overheid geïmporteerde producten aan de man brengt voor een vriendelijke prijs. Dat zou je wel kunnen doen. Maar daarvoor heb je dus draagvlak nodig in de samenleving, want je mag dat niet zomaar als staat doen. Nou, die draagvlak is er, want de inflatie is torenhoog, mensen hebben het moeilijk. Dus daar ga je wel draagvlak voor hebben. En je maakt dan meteen ook een belofte waar, dat je echt om het volk geeft.
En je kunt daarmee heel veel ondernemers ook gewoon erbij betrekken. Dus die hoef je ook niet over te slaan. Die hoeven ook niet boos te worden op je. Je geeft ze een eerste kans. Je zegt, luister, ik wil dat jullie dat doen. Kom, doe, laten we het samen doen. Laten we het volk helpen. Jullie brengen jullie producten. Wij zorgen ervoor dat er een kleine subsidie komt. En zo kunnen we dat doen. Dus het idee is goed, de uitwerking is slecht. Dit moet niet een VHP-show worden. Dat moet het niet worden. Het moet ook geen ABOP-show worden. Want we zien dat beide partijen hun eigen show hebben. He, de een wil Rolls-Royce kopen, de andere wil vliegtuigen kopen. Ja, dat hoeft allemaal niet. Die koek is groot in Suriname. En Surinamers moeten leren om in te zien dat het een hele grote verjaardag kan zijn. Waar iedereen lekker van kan eten. En dat denken moet nog doordringen. Dus ik vind dat de VHP nog steeds 28 zetels kan halen. Maar niet op deze manier en niet met deze mensen. Santokki moet begrijpen hoe hij moet echt gaan inzien wat waren de ingrediënten van zijn campagnestrategie om de verkiezing te winnen zoals hij die heeft gewonnen. Ja. Van daaruit moet hij gaan redeneren van oké, welke ingrediënten kan ik nu politiek gebruiken om mijn campagnestrategie te gebruiken binnen de huidige situatie waarin ik verkeer. Dus het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Je moet nu gaan kijken naar wat is bruikbaar. En wat jij zegt is de basisprincipe van de politiek. Maak waar wat je hebt beloofd. Net zoals bij SLM heeft de politiek ook basisprincipes. Je kijkt bij SLM, kijk je naar de olieprijs, naar je personeelskosten. Hier kijk je naar één belangrijk punt en dat is de beloften die je doet, die moet je waarmaken. Ja, maar jij zegt van niet zeg maar in de zin van arme zorg door een eigen winkeltje op te zetten, maar dat moet je zeg maar gieten in een staatswinkel. En van daaruit zou je dan de armen mogelijk toch wel de mogelijkheid bieden om goedkoop producten te halen. Dat zeg je. Ik zei eerlijk zeggen, ja. Fred, ik heb ongeveer een jaar geleden heb ik in Nederland heb ik grote aardappel-exporteurs, uien-exporteurs, levensmiddelen-exporteurs, heb ik persoonlijk benaderd. Ik ken de prijzen in Nederland, ik heb die contacten en ik heb tegen de president gezegd, president, hier heeft u de prijzen, hier heeft u de prijzen, de contacten, ik kan het voor u coördineren, ik hoef niets te verdienen daaraan, maar laten we dit vroegtijdig opzetten, want er komen zware tijden aan voor het volk. Nu IMF die koers heeft vrijgelaten en er gaat een immense inflatie ontstaan. Dus je hoeft niet in Suriname te zijn om dit te begrijpen. Dit is gewoon common sense. Dit is boerenverstand om met een vooruitkijkende blik naar de situatie te kijken en dit te doen. Ja. Nou, er is helemaal niet geen gevolg gegeven aan die oproep of dat idee wat ik had geponeerd. En dat is jammer. Want nu doe je het, maar je doet het weer op een manier wat gewoon heel onverstandig is. Ja. Want je trekt het naar de VHP. Je denkt dat de VHP daardoor 28 zetels gaat halen. Maar je vergeet dat de VHP heeft gewonnen omdat er mensen zijn gaan stemmen op de VHP die vroeger nooit stemden op de VHP. En die mensen vertrouwen je niet meer. Ja, die vertrouwen je niet meer. En die gaan, ik bedoel, denk jij dat die vertrouwen nog te herwinnen is? Die vertrouwen is te herwinnen op het moment dat jij meer met het volk communiceert. Ik geef een voorbeeld. Je hebt bijvoorbeeld heel inconsistent macro-economisch monetair beleid. De overheid heeft bijna 30, 40 miljoen US dollar aan die termijndeposito's uitgegeven om geld af te romen uit de samenleving. Er is ongeveer 750 miljoen SRD is er afgeroomd uit de samenleving. Daar hebben ze ongeveer 30, volgens mij tussen de 30 en de 40 miljoen US dollar voor betaald aan de banken. Dat verhaal kennen we, ik heb het vaker besproken in dit programma. Ja. En wat we dus zien is dat we aan de andere kant zijn we geld gaan creëren in de samenleving. Dus we hebben aan de ene kant romen we voor heel veel duur geld. Zijn we de banken aan het spekken en rijker aan het maken. Maar aan de andere kant verhogen we bijvoorbeeld kinderbijslag. Dan komt er weer geld in die samenleving die je eigenlijk had afgeroomd. Nu hebben we bijvoorbeeld bedacht dat we minimumloon gaan invoeren in Suriname. Dat was er voorheen niet. Ik vind het sociaal gezien een fantastische stap dat is gebeurd. De
minimumloon is nu 20 FTD. Ja, was wel maar, er was wel een minimumloon, hè? Ja, oké. Okay, ja. Ik weet hoeveel was dat, Fred? Weet je dat 12 SRD, dacht ik. 8 SRD eerst en toen is hij, ik dacht, na een aantal jaren omhoog geschoven naar 12 of 13 SRD en nu naar 20 SRD. Oké, dus die 8 kende ik, die 12 kende ik niet. Ja. Maar in ieder geval, er is nu een nieuwe minimumloon, 20 SRD. Mm-hmm. Wat krijg je? Aan de ene kant zegt de overheid en IMF, we willen inflatie omlaag brengen. Hoe doen we dat? We romen geld af door die termijndeposito's. Ja. Maar nu gaat de overheid eigenhandig inflatie creëren. Want als je tuinman vroeger 12 SRD minimumloon betaalde, ga je nu diezelfde tuinman 20 moeten betalen. Ja. De vraag is of het gecontroleerd gaat worden, maar je moet die man 20 betalen, want anders kan hij je bij wijze van spreken bij de rechter dagen. Ja, maar ik bedoel, die tuinman die 1000 SRD verdiende, voordat die koers omhoog schoot naar 20 SRD versus 1 US dollar, toen had die meneer, die tuinman, zijn 1000 SRD veel meer waarde dan nu die koers op 20 staat. Met die inflatie is die man helemaal verarmd. Dan is het toch een goede zaak dat die arme man, wiens geld eigenlijk overnight ontwaardigd is, dus geen waarde meer heeft, dan de waarde is afgenomen, waardoor hij minder met zijn 1000 kan kopen in de winkel, dat je daar een stukje van koopkrachtstimulans geeft aan die mensen. Het punt is, ik ben het eens met het feit dat iedereen een eerlijk loon moet verdienen. Dus daar verschillen we helemaal niet van mening. Ja. Wat ik wil aangeven is dat het inconsistent beleid is. Ja. Dus aan de ene kant, het is eigenlijk wat ze in Suriname noemen weer broekoe voor broekoe. Mm-hmm. Dus aan de ene kant room je af en aan de andere kant creëer je weer die inflatie. En waarom room je af? Je wilt juist die inflatie laten dalen, zodat de koopkracht toeneemt. Ja. Wat doe je nu? Je gaat nu zelf inflatie creëren. Ja. En dit gaan ze ook doen als ze BTW invoeren en dergelijke. Dus ik vind het heel erg opmerkelijk dat er inconsistent monetair beleid wordt gevoerd in een economie die informeel van karakter is. Dus we sturen dat hele IMF-programma met formele op een formele manier, terwijl de economie van Suriname een informele economie is. Ja. En dan krijg je dus dit soort gekke dingen die gewoon onbegrijpelijk zijn. Ja. En is het niet zo dat de verhouding arm-rijk 70-30 is? En dat het vele overtollig kapitaal, SRD, niet bij die arme man is, maar bij die 30% rijken. En daar wordt het geld niet weggehaald. Ik bedoel, dan blijft toch dat overtollige uiteindelijk onder die matrassen en ergens in een kluis van die 30%. Nou Fred, kijk, dat percentage wat je noemt, ik moet het toch anders zien hoor. Want volgens mij zijn er, het geld is geconcentreerd bij minder dan 5% in Suriname. Er is ook een Gini-coëfficiënt die dat aantoont. Ja. Nou ja. Ik ken het cijfer niet uit het hoofd, maar ik vermoed, ik ga ervan uit dat Suriname, gewoon ook als je gewoon met je ogen kijkt in de samenleving, dan hebben we in Suriname echt een zware concentratie van kapitaal bij een kleine groep. Ja, ja, en ik denk dat het rond tussen de 8 en de 5% zit, misschien zelfs bij 3%. Dus 97% van de samenleving leeft van hand to mouth. En dat geldt vooral ook voor de middenklasse, die een hypotheek heeft en die auto moet afbetalen. Want precies waarover we het hebben. De inflatie heeft gewoon deze mensen hun salaris gewoon kapot gemaakt. Ja. Je kunt je leven gewoon niet meer plannen. En zou Santokki niet eerder die 5, zoals jij dat noemt, hè, 8 of 5%, waar het meeste geld verscholen ligt, zou hij die mensen niet moeten aanpakken door een effectief instrument in te zetten en dus dat geld uiteindelijk uit die kluizen en uit al die matrassen en weet ik veel waar die verborgen liggen. Ik bedoel, Modi heeft het gedaan in India. Dat geld lag echt niet in die slums. En dat geld lag echt niet bij die kleine boer of bij die kruidenier op de hoek. Dat lag bij een kleine groep van die lala's en zo. En toen heeft Modi demonization programma ingezet. En dat was dat hij overnight toch wel een aantal biljetten, ongeldig heeft verklaard.
En iedereen die dat wilde omzetten in het nieuwe biljet, die had 3 weken de tijd om zijn oude biljet in te ruilen voor het nieuwe biljet. En toen zag ik, was op dat moment in India, lange rijen mensen die stonden in de rij om hun geld bij de bank te deponeren, om daar toch wel uiteindelijk toch dat oude biljet in te wisselen voor nieuw. En het instrument was van Modi dat het dan niet Gartaal, maar Giraal geld werd. Dus dat geld deponeer je dan bij de bank, hè? En je betaalt dan, als het naar een bepaald niveau van wat je inwisselt, moet je dan belasting betalen. En daarmee heeft hij toen uiteindelijk heel veel kapitaal, dat die economie verziekte en daarmee de inflatie en de ontwaarding uiteindelijk creëerde, heeft hij dus uiteindelijk uit die samenleving afgeroomd. En dat zou Santokhi moeten doen. En hij weet het ook, maar hij doet het niet. Ja, dat is precies wat je zegt. Het zou me niet verbazen als men dit allemaal weet, dat men de casus India kent. Kijk, 3 dingen hierover. 1, als Santokhi dit zou doen, dan kan hij die 28 zetels wel shaken. Want dan gaat hij niet eens het geld hebben om zijn campagne te financieren. Want al die mensen die zeg maar de campagne financieren, precies, die willen dit natuurlijk niet. Die willen dit liever niet. 2. Als je kijkt naar hoe de Surinaamse samenleving is georganiseerd, de informele en de formele sector, dan zou hij dus eigenlijk er goed aan doen om te observeren dat Suriname eigenlijk geen valutaprobleem heeft. Er is genoeg valuta. Er zijn dollars en er zijn euro's, maar die zitten niet bij de centrale bank. De SRD is niets meer waard, dus die zou je in principe gewoon kunnen missen in de samenleving. Die zou eigenlijk moeten verdwijnen. Wat blijft er dan over? Je blijft dan de euro en de dollar houden. Maar dat is nu ook al zo, want alle producten worden geïmporteerd. Suriname is een importeconomie, importeert volgens mij tussen de 70% en 80% van alle spullen uit het buitenland. Dus het is eigenlijk wederom een weerbroekoe verhaal, want je importeert in euro's en dollars, dan zet je het om in SRD, dan wissel je het weer terug in US dollars en euro's, om weer diezelfde producten te importeren en dat riedeltje gaat iedere keer door. En wie wordt de dupe hiervan? Het volk. Want het volk heeft te maken met inflatie. Dus wil je het inflatieprobleem oplossen, dan zou je als overheid moeten zeggen, we menen het echt met het volk. Ze hebben ons mandaat gegeven, we gaan dingen doen op een andere manier. We weten dat er genoeg valuta is. De centrale bank heeft geen valuta, geen boodschap aan die centrale bank. Die functioneert ook al 10 jaar niet. Niemand heeft er last van. We gaan nu de euro en de dollar invoeren als wettig betaalmiddel. Dan kan die arme man naar zijn baas gaan en zeggen, baas, vanaf vandaag wil ik je SRD niet meer hebben. Ik wil betaald worden in euro's en US dollars. En dit betoog heb ik ook al een paar keer gehouden in het programma van jou, Fred. Omdat dit gewoon geen broekoe voor broekoe verhaal is. Dit is direct stroom. Dit is geen indirecte omweg om inflatie te bestrijden. Nee, andere landen hebben het ook gedaan. Je kunt op Bonaire en andere kleinere landen of eilandjes in de Caribbean, kun je dit allemaal doen. Ze hebben hun eigen munt en ze hebben de vreemde valutamunten en je kunt er alle 3 munten betalen. Aan jou de keus. Nou, waarom zouden we dat niet in Suriname kunnen doen? Dan hebben we geen broekoe verhaal. En dan zou de VHP misschien wel 28 zetels halen. Want dan neemt je koopkracht van de een op de andere dag met 100% toe. Want in ieder geval, dan heb je geen koopkrachtprobleem meer. Maar goed, we hebben gezien dat daar te veel systemen en belangen zijn, hè, die dat waarschijnlijk onmogelijk zullen maken. En Santokhi is te veel ingevlochten in allerlei belangen. Waardoor hij met te veel belangen rekening moet houden en dus niet de juiste keuze maakt om te doen wat hij beloofd heeft. De kiezers voelen zich bedrogen en ik bedoel dat die droom over 28 zetels, is dat geen wishful thinking? Is dat niet toch wel naïviteit van een president, van een voorzitter? Kijk, ik heb hier ook recent een artikel over geschreven. Als er geen derde blok in Suriname komt, dan denk ik dat we NDP gewoon niet moeten willen hebben. Dat betekent dus dat je toch een manier moet vinden om met ABOP, want dat is een partij die op basis van het huidig kiesstelsel een significante speler is. Er zitten daar ook heel veel ondernemers die hun furoren hebben gemaakt in de goudsector. Dat zijn mensen die gewoon erbij betrokken willen worden. Dus die moet je ook gewoon op een volwassen manier erbij betrekken. Goede afspraken mee maken, dat ze ook mee kunnen doen in de ontwikkeling van het land.
met hun ideeën, met hun kapitaal. En dat ze daar rendement voor kunnen krijgen. Maar Ashwin, hoe strookt dat nou? Ik bedoel, laten we de zaken benoemen zoals die zei. ABOP heeft een voorzitter die toch wel niet de beste reputatie heeft. En laten we eerlijk zijn, ABOP heeft een aantal mensen in de organisatie waar je dan natuurlijk grote vraagtekens bij kunt plaatsen over hun manier van handelen en denken. Fred, kijk, ik heb hier een andere mening bij. Excuus dat ik je onderbreek. Oh. Ja. Ik denk dat ik wel begrijp wat je bedoelt. Ja. Maar we hebben volgens mij niet meer zoveel tijd. Dus ik wil dit wel belangrijk. Dit is een heel belangrijk punt wat ik wil noemen. Dus excuses. En ik hoop dat je het niet erg vindt dat ik even de tijd inpik van je. Nee, ga je gang. Als je maar een antwoord geeft op deze vraag. Hoe rijmt het in een land waar natuurlijk gebleken is dat integriteit behoorlijk in het geding is? En dat Suriname op dit moment door een aantal mensen ook weer in een verdomd hoekje geplaatst is. En jij denkt dat met die partij dan weer een toekomst weggelegd is voor Suriname en de Surinamers? Kijk, ik wil graag geloven in de Surinaamse democratie en daarom vind ik het volgende belangrijk. Iemand die zich niet kan uiten in zijn eigen taal, met alle nuanceringen die een taal biedt, het gevoel wat taal biedt, het gevoel wat taal vormt, die gaat zich op een gegeven moment gefrustreerd voelen in een conversatie. En die conversaties waar ik het over heb, zijn de conversaties in het DNA. Ik vind dat de Indiaanse broeder of de Maronbroeder in zijn of haar eigen taal moet communiceren, of de kans moet krijgen om te communiceren in het parlement. Dan komt er een tolk en voor de mensen die zich niet willen verdiepen in het Indiaanse of in de Maron talen, daar is dan een tolk voor. Maar gun die man het respect voor zijn taal en cultuur en voor zijn vorm en manier van uiten. Als ik luister naar bepaalde mensen die van Maron afkomst zijn, dan hoor ik een grote mate van fatsoen. Maar die fatsoen die gaat heel snel richting agressiviteit en boosheid, omdat ze zich niet gehoord en respectvol behandeld voelen. En dat heeft vooral te maken, naar mijn inzien, met de taal. Want als ze in hun eigen taal met hun eigen mensen praten, laatst was er een heel mooi voorbeeld hiervan, toen president Santokki een monoloog hield over de situatie in Brokopondo. En de Basha die zat in het publiek. En je kon toevallig horen hoe de Basha respectvol luisterde naar Santokki. Dat heb ik nergens in Suriname meegemaakt. Mijn vader had een houtzagerij, had twee houtzagerijen. We hebben altijd gewerkt met Maron broeders en zusters. Dat zijn hele betrouwbare mensen geweest. We hebben ook met Indianen gewerkt, want die gingen dan naar het binnenland. Beide gingen naar het binnenland om houtblokken te halen voor de houtzagerij. Dat waren keurige mensen. Het waren geen welbespraakte mensen. Ze hadden niet veel teksten, maar in hun eigen cultuur en hun eigen taal deden ze het uitstekend. De Basha, iedere zin, iedere halve zin die Santokki uitsprak in dat monoloog, dat is terug te luisteren op YouTube-channel, hoor je dat die Basha netjes knikt en beaamt wat Santokki heeft gezegd. Met andere woorden, hij zegt, ik heb u gehoord. Ik hoor u, meneer Santokki, president Santokki. En dat is wat wij eigenlijk... Maar dat wil zeggen dat die Santokki, de taal die Santokki sprak, dat was geen Marons, toch? Nee, dat was Nederlands. Nederlands. En, Nederlands en die man en kon, Surinaams. Ja, hij kon dus die man in die taal verstaan. Hij heeft zich op dat punt bekwaam, toch? Klopt. En daarom maar dat is mijn punt niet. Dat is mijn punt niet. Kijk, ik ga niet etnische politiek voeren. Ik vind dat ieder groepering die zich vertegenwoordigd wil hebben in het Surinaamse parlement, dat die dat moet doen. En of ze daar in bilingua, lezen meerdere talen, gaan converseren, vind ik het prima. Maar ik kijk naar staat van dienst van de partij waar jij het over hebt, waar je de toekomst van Suriname nog een keer weer aan wil ophangen. Daarmee pleit ik VHP niet vrij, hè? Maar daar zit ook heel veel rommel tussen. Maar laat het duidelijk zijn, daar zit behoorlijk veel rommel tussen. Laten we toch wel even... We hebben altijd toch wel afgegeven op Boutersum. Dat hij een moordenaar is, dat hij drugs en weet ik veel wat allemaal. En we nemen deze situatie voor zoete koek aan. Kijk maar wat er allemaal
afgelopen 2 jaar wel of niet gebeurd is. Familie, vrienden, kennissen, broer, zussen, eens, iedereen. Eens. En laten we niet vergeten, we zitten met de vicepresident die niet kan reizen. Dus dat werkt ook dysfunctioneel. Ja. Waarvoor is mevrouw Diana Pocky naar huis gegaan? Ja, nou, dat is ook zo'n situatie geweest waar niemand meer over praat. Want we hebben heel kort geheugen in Suriname. Ja, ik heb haar onlangs gesproken. En ik moet je eerlijk zeggen... dat zij niet gelukkig is met de situatie. Maar goed, ze komt zelf nog een keer met een comeback. En dan zal ze weer een interview afstaan. Maar we gaan toch niet weer op avontuur. We moeten toch een beetje ook in de richting van eigen waarde toch wel kiezen voor mensen, politieke partijen, die toch van een bepaald signatuur zijn. Als het gaat om... ideologie, als het gaat om integriteit, als het gaat om betrouwbaarheid, als het gaat om het vermogen, lees algemeen belang te dienen in het land. We zien dat, sommige broeders, en dan moeten we Partij Lahore erbij nemen, en de VHOP ook, want Chandrika Prasad Santokhi had het ook in de zaal van, mijn mensen in de districten worden op dit moment niet goed behandeld door de departementen en we gaan een structuur creëren waardoor de ministers en parlementariërs naar de districten toe zullen gaan om de VHP-aanhang te accommoderen, hè, op basiskaarten en op grond en weet ik veel. Dat is toch eng politiek voering, zo ga je toch niet een land besturen. Dat moeten we met die partijen, met dat soort van leiders, lees de toekomst van het land, gaan besturen. En jij zegt die moeten maar terugkomen. Nee, dus wat ik zeg is, zolang er geen derde blok gevormd wordt, want het derde blok, daar heb ik heel veel geloof in, daar wil ik graag mijn vertrouwen in leggen. Ja. En het profiel van het derde blok zou eigenlijk moeten zijn dat er frisse mensen opstaan uit de samenleving. Ja. Maar die zie ik niet. Ik bedoel, neem nou zo iemand, zo'n professional als Jared Pawiro Rizzo. Fantastische kerel, slimme vent. Goed, wel bespraakt. Waarschijnlijk ziet hij er ook goed uit. Dus hij is charismatisch ook. Maar dit soort mensen doen het in hun broek. En dat vind ik jammer. Er moeten mensen opstaan straks in het derde blok. Die met hun bos vooruit lopen van luister. Wij zijn patriotten. We gaan dit land anders regeren. En we gaan het niet meer doen zoals het voorheen is gedaan. Dit is geen L-verhaal. Dit is het echte verhaal. Maar dat zie ik niet. Dus wat zijn dan de alternatieven? Nou, dat palet van alternatieven kennen we. Daar wil ik niet eens bij stilstaan. Zo triest is het. En we hadden alle hoop gevestigd op president Santokhi dat het anders zou gebeuren enzovoort. Ik moet wel zeggen, ik zie wel bepaalde dingen gebeuren. Hij is nu wat meer bij het volk, onder het volk enzovoort. We hebben die reshuffle-ronde gehad. Daar heeft hij weer zijn ramen ingegooid met het Jeruzalem-verhaal. Dus net wanneer je denkt, iedere keer weer, Fred, als jij en ik een interview hebben, dan denk ik bij mezelf, afgelopen periode, totdat ik in het interview met Fred was, had ik weer hoop dat het enigszins goed ging. Want ik zie dan dingen waarvan ik denk, ja, goede stappen. We hebben bijvoorbeeld nu gezien dat de minister van Financiën heeft aangekondigd dat er nu ook termijndeposito's, de certificaten komen, zodat het volk, de gewone man, ook kan investeren in die veilingen van de centrale bank. En niet alleen de banken. Dus er zijn goede dingen die gebeuren. We hebben die minimumloon gehad. Maar dan krab ik me weer achter mijn oren van, ga je nu weer inflatie creëren? Terwijl je juist met zoveel moeite geld afroept. Dus dat zijn de dingen die goed plaatsvinden. En dan denk ik op een gegeven moment van ja, maar dan gooien ze weer hun eigen ramen in. Ja. En dat komt omdat... Precies wat jij zegt, er is geen coherente, samenhangende strategie. En dat begint met een goede coalitie. En die coalitie, die is er niet na 2 jaar. Ja. De potentie was er op dag 1, ja. Misschien op dag 2 nog, en daarna ging het mis. En iedereen heeft zulke grote ego's binnen die coalitie, dat men niet bij elkaar komt en zegt, luister jongens, jij ziet het, ik zie het, dit werkt niet. Hoe gaan we dit wel laten werken? En daarom is het wat mij betreft een houtje-touwtje regering. Eentje die met spuug bij elkaar wordt gehouden. En dat is jammer. Het volk verdient beter. Dus Fred, dat derde blok, als die er komt, dan moet iedereen gewoon op dat derde blok stemmen. Maar ik begreep dat er een derde blok in de maak is.
Er is een derde blok in de maak. Ja. En ik heb ook vaak nagedacht, wat zou ik doen als ik die derde blok zou moeten vormen? Ja. Nou, dan is het heel eenvoudig. Vertel. Je moet gewoon het volk laten zien dat het voor eens en voor altijd moet ophouden met al die leugens, die pathologische leugens die verteld worden, dat rat wat voor hun ogen gedraaid moet worden, die weerbroekoe-poerbroekoe-strategie die ze gebruiken met grote zware namen als IMF en zo. Terwijl dat land gewoon een heel eenvoudig, mooi klein land is met leuke mensen die 's avonds goed willen slapen en een toekomst willen hebben voor hun kinderen. Okay. Dat is het. Zoals het nu doorgaat, Fred, is er geen toekomst voor de nog niet geboren Surinamer. Ik heb net gehoord dat de toekomst is. Ik hoor jou. Zoals het nu gaat, zoals het nu gaat, ik kan niet kijken in de toekomst. Alles wijst erop dat het helaas niet gaat veranderen. Ja. Jammer genoeg, daarom pleit ik voor dat derde blok. Maar de ongeboren Surinamer in 2025 gaat de hoogste schuld per hoofd van de bevolking erven ooit in de geschiedenis van Suriname. Dus ouders van kinderen die nog niet geboren zijn en ouders van kinderen die al geboren zijn, loop niet achter de mensen aan die hun beloftes niet nakomen. Precies. Denk goed na. Denk goed na wat er met jouw kind gaat gebeuren na 2025. Want we weten dat er olie en gas is in andere arme landen, die ook verprutst worden door leiders die het niet snappen en liegen en beloven. Nou, laat dat niet gebeuren. Wees kritisch, denk goed na en alleen dan ga je 's avonds goed kunnen slapen. Want de nachtrust die je nu hebt is volgens mij niet een gezonde nachtrust. Duidelijk. Nee, ik hoorde je zeggen van jij bent voor een derde blok en ik denk dat je voldoende potentie hebt en mensen om je heen hebt om die derde blok te kunnen vormen. Nou, en daarmee bedoel ik van, nou ja, dat geeft hoop dat mogelijk er een alternatief komt, dat de kiezers in Suriname uiteindelijk toch wel straks een keuze kunnen maken. Maar ik zou zeggen, wacht niet te lang mee, want ik weet dat heel veel mensen ook naar jou kijken, op jou wachten. En dus tijd is nu heel belangrijk. Je hebt nog 36 maanden te gaan, dus ik zou zeggen, hands on deck and go for it. Nou Fred, ik ben blij dat ik jouw steun in ieder geval heb. Kijk, er zijn inderdaad wat geluiden die steeds luider worden. Ik sluit niets uit. Ik sluit niet uit dat ik het derde blok met een heleboel andere mensen zou kunnen vormen. Dat sluit ik absoluut niet uit, want waarom zou dat? Ik bedoel, er is genoeg potentie. Ja. Er is ook genoeg geld. Er zijn mensen die geloven in elkaar. Het gaat niet alleen om mensen die in mij geloven, maar je moet in elkaar geloven, in het team geloven. En zo zijn er meerdere mensen die zeggen, ja, wij, als wij elkaar aankijken zo in deze groep, dan zouden wij elkaar kunnen vertrouwen, want we zitten op één lijn. We hebben het aanschouwd de afgelopen decennia. En dat buigend riet, dat gaan we niet doen. We gaan het nu op een andere manier doen. En dus ja, ik sluit niets uit. Ik sluit niets uit. Er zijn goede dingen die gaande zijn. En het volk mag geloven dat er in 2025 echt wel een alternatief komt. Oké. Okay. Als je me nog een laatste bekendmaking die ik net onder ogen kreeg, is dat de bond van personeel bij SLM vanmorgen in Suriname bij elkaar bijeen is geweest met de leden. En de bond heeft dus nu een actie ingezet. Dat betekent dat de medewerkers vooralsnog in de conclaaf zijn en dus niet naar hun werkplek gaan. Totdat duidelijkheid er is over een aantal zaken die zij per brief bij de directie en de raad van toezicht hebben doen toekomen. En ze wachten dus op die reactie. En als het reactie is waar ze iets mee kunnen, dan zullen ze in beraad gaan of ze dus het overleg opschorten dan dat doorgaat. Het is nu vooralsnog voor onbepaalde tijd. Nou, mijn advies zou zijn aan de bonden om keihard te onderhandelen. Geen sprietje toe te geven. Want ze verdienen beter. Ze zijn heel lang in het duister gehouden. Het is nu belangrijk dat alle kaarten op tafel komen. De leiding is dat verplicht. En ze moeten ervoor zorgen dat ze in ieder geval een keurige afvloeingsregeling hebben. Want er is genoeg geld.
dan open je maar geen ambassade in Tel Aviv of in Jeruzalem. En dan roep je misschien alle ambassadeurs terug die je hebt geïnstalleerd of beloofd op plekken. En maak je ze Zoom-ambassadeurs, maar dan heb je een fatsoenlijke afvloeingsregeling voor het personeel van SLM. Want als je geen vliegtuigen meer hoeft te betalen en geen andere dingen hoeft te betalen, dan is er volgens mij genoeg geld om die mensen een keurige afvloeingsregeling te geven, zodat ze toch een goede toekomst tegemoet kunnen zien. Laatste, en dan sluiten we. Meneer Ramdin en Santokhi die zijn nu in Amerika. Ze komen over een week terug, hoor ik. Nadat ze daar lekker Amerikaans hebben gegeten en gedronken. Ja. Arme volk, die zit tot aan het middel in het water, man. Dat is toch verschrikkelijk? Verschrikkelijk. He? Verschrikkelijk, ja. Het is verschrikkelijk. Ja. En, vind jij, ben je met mij eens dat het parlement, deze twee naar het parlement, moet ordoneren? Ze moeten komen. En dat tekst een uitleg moet geven over die kwestie van Jeruzalem. En als dat niet bevredigend is, dat ze hun koffers moeten inpakken? Zeker. En ik vind dat er daar een hele grote rol is weggelegd voor de ABOP. En voor de moslimbroeders en zusters die hun mandaat hebben gegeven met hun stem aan de VHP-leiding om op een bepaalde manier te regeren. Ja. Dus we moeten nu doorpakken. Zij moeten doorpakken. En ze moeten principieel zijn in dingen. En ik vind nogmaals dat minister Riyad Nur Mohammed ook principieel moet zijn. En gewoon moet zeggen, luister, ik ga aftreden als dit doorgaat. We wachten het af, Ashwin. Dankjewel. Dankjewel, Fred. En bedankt voor het gesprek en wens je nog een goed weekend toe. Luisteraars, fijn weekend. En Fred, je had een heel mooi nummer gedraaid voor de uitzending. Ik stel voor dat Brunswijk en president Santokhi dat nummer voor elkaar gaan draaien op de radio. Ik dacht dat je ze even nog een keer herhalen. Nee, ja, je zou het kunnen herhalen. Zo'n mooie afsluiting zijn. Oké. Okay. Dan weet men welk nummer het over gaat. Ja, het is ergens blijven stilstaan, dus ik start hem weer op. Prachtig nummer, prachtig. Dankjewel, Fred. Een mooie dag. Dag, Ashwin. Dank je.